Gerard, 3 gespeeld, 4 punten. Kan je daarmee leven met dat aantal? Dat zal wel moeten, hè, want je kunt het ook niet veranderen. De eerste wedstrijd is natuurlijk heel matig dat je daar verliest. Nou, daar hebben we natuurlijk met z'n allen over gesproken. En hebben we daar natuurlijk wel een aantal spelers nog bij gekregen. Andreas Kalkamp, buitenspeler. Twee backs, Stankov en Cedrinho. Nou ja, dat heeft wel goed uitgepakt. Want daarna hebben we geen wedstrijd verloren. Tegen Jong Utrecht, eerste helft tot een uur, heel goed. Daarna viel een klein beetje terug, hè, want dan kwam dat Gustavo wegviel. Was gelijk het middenveld een klein beetje uit balans. Maar oké, tegen Emmen hebben we zeker de tweede helft laten zien waar we in staat zijn. En we hadden natuurlijk bij de rust misschien ook wel achter kunnen staan, maar stonden ook wel achter, maar iets meer. Maar na de rust hadden we ook gewoon 3-4-1 kunnen maken. En dat is doodzonde, want dat je 6 punten had. Je noemt als eerste die wedstrijd tegen Fortuna, hè? Had je na die wedstrijd gelijk het gevoel, er moet nog iets gebeuren in onze selectie? Nou, wat we wel tekort kwamen, dat we wisten ook saai wegging. Hè. Dat was sowieso, Kino was niet helemaal fit. Dus we moesten wel een Stankov, die hebben we gelijk kunnen halen. En daarna missie dan natuurlijk zelf. Ja, dat moet wel, want we hadden geen, Bradley was weg, saai was weg, 2 backs weg. Moet je 2 nieuwe backs halen. En dat hebben we gelijk gedaan. Ja. Heel veel nieuwe jongens. En dan zeggen ze altijd, heel veel nieuwe jongens, dat duurt tijd om daar een groep van te maken, een echt collectief van te maken. In hoeverre ben je daar tot nu toe in geslaagd? Nou ja, in zoverre. Het duurt niet zo lang. Het ligt eraan hoe goed ze met elkaar op kunnen schieten. En ja, je ziet, er zijn wat oude spelers bijgekomen. Dat scheelt enorm. Maar oké, ook nogmaals, de groep is heel hecht. Dat zag je in het begin al. Ook de jongens die erbij gekomen zijn, passen zich moeiteloos aan. Dat zag je gisteren ook al met de partij tegen Xerxes, 9-0. Waar een aantal stuk of 6-7 spelers meededen van de selectie. Ja, die was genot om te zien. En dat is wel lang geleden, moet ik zeggen. Je zegt, het is een hele hechte groep. Hè? Gelijk de nieuwe jongens die pakken het ook op. Maar dat gaat niet zomaar. Daar moet jij zelf ook mee bezig zijn. Daar moet je staf ook mee bezig zijn. Wat doe je daaraan? Nou ja, veel praten. Hè. Veel praten. Zeggen wat hun taken zijn. Wat hun verantwoordelijkheden zijn. Bij oude spelers gaat het wat makkelijker. Omdat ze natuurlijk al wat gewend zijn. Maar, en gewoon duidelijk zijn in speelwijze. Nou ja, en die is heel duidelijk. En ik heb ook gezegd, we gaan ook niet zoveel veranderen. Want het elfte wat nu staat, ja, dat gaat, behalve keeper, hè, dat verandert nogal eens. Maar voor de rest gaat het niet zoveel veranderen. Dus de 11 die nu spelen, daar zijn er 2 van vorig seizoen dan eigenlijk nog. Dan heb je voor de rest eigenlijk alleen maar nieuwe spelers. Als ik even de wedstrijd van Emmen erbij pak. Dat klopt. Dat zijn Alkan en dat is Errol en dat is Mak, onze aanvoerder. Ja. En de rest is helemaal nieuw. Maar oké, dat is, als je bij een club hebt doorgezet, heb je dat vaak. Ja, dat het verloop is. Maar oké, we hebben natuurlijk wel heel veel spelers nu al vastgelegd voor wat langer. Nou ja, dat is alleen maar goed voor de toekomst. En oké, met deze groep kunnen we wel wat punten halen. Ja, want daar wil ik dan naartoe. Als je 3 wedstrijden bezig bent, hè, dan krijg je een beetje een indruk van de groep, van wat er mogelijk is. Ja. Wat is er mogelijk met deze ploeg? Nou ja, dat we heel sterk zijn, fysiek. Maar ook voetballend tot heel veel kunnen. En scorend vermogen, prima. We hebben natuurlijk Robert, we hebben natuurlijk nog dingen achter de hand. Jaffar is ook weer terug aan het komen, gisteren ook weer gescoord. Nou ja, dan hebben we natuurlijk nog Andreas en je zag vandaag ook op de training Mamadov. Er was geen maat op vandaag, dus ik hoop dat hij dat door kan zetten naar komende vrijdag. Maar we hebben gewoon heel veel scorend vermogen. Nou ja, en daarachter gewoon 2 hele goede middenvelders, Tom en Gustavo. En daarachter hebben we natuurlijk ook nog wisselspelers die het ook moedeloos in kunnen vullen. En achterin hebben we het gewoon voor elkaar, denk ik. Jij noemt net ook Mamadov, die zie ik daar nog achter je. Die was nog een beetje vrije trap aan het nemen. Ja. Dat moet ook lekker zijn dat een speler na de training even nog de tijd neemt om iets te verbeteren. Ja, dat is wel lekker, want onze vrije trappen zijn nog niet, hebben we nog niet veel uitgescoord. Nee, maar dat is alleen maar prima. En ook voor de training, hè. We zijn heel vroeg voor de training. Kom ook wel door het weer natuurlijk, omdat het lekker weer is. Maar nee, maar ze zijn echt mee bezig en dat zie je ook. En nogmaals, geen enkel gezeur, ook niet meer over in-uit, wat we afgelopen seizoen wel heel vaak hadden. Ja, dat is helemaal weg en dat is, merk je ook gelijk dat er wel een team is. En ik hoop dat we het ook door kunnen zetten en dat we nog het komende half jaar tot januari, en ik kijk even per half jaar, ja, dat wij kunnen genieten van deze groep. Maar daar ben ik niet zo bang voor. Os uit. Die ploeg is aardig begonnen. Ja. Wat weet jij van die ploeg, behalve dat ze 7 punten hebben? Nou ja, met Klaas heb ik veel contact, hè, de trainer. Daar heb ik met de cursus mee gezeten afgelopen vorig seizoen. Dus, maar die verrassen verrast iedereen. Je ziet ook dat zij weinig goals krijgen. Ja, alleen laatst even tegen Telstra. Maar prima start. Tegen goede tegenstanders. Dus we kunnen ons borst nat maken. We hebben in de voorbereiding wel tegen gespeeld. 3-2 gewonnen.
Maar ook heel veel nieuwe spelers gehaald nog, tussendoor. Van NAC heel veel spelers gehuurd. Maar oké, dat zullen ze van ons ook wel zeggen. Dus, maar het kan een leuke clash worden tussen Os en Dordrecht. En ja, als wij winnen, ja, dan gaan wij in ieder geval meedoen.